wij zijn hier 6 jaar geleden komen wonen. En toen ben ik op Friese les geweest van de AVOEK. Nou ja, en Maaike die krijgt natuurlijk op school ook en in de krant staan de Tomke verhaaltjes. En ik probeer ze altijd wel voor te lezen voor de. Ik heb ook heel veel grammatica regels en zo gehad. En als je dan met Friese collega's erover praat, dan hebben ze zoiets van, oh, dat wist ik helemaal niet. Ja, ik vind het mooi dat, dat jullie nog een eigen taal hebben. Dat vind ik wel mooi, ja. Maar mensen vragen ook wel, zou je het willen spreken? Maar dat gaat me dan te ver. Ja, ik wil het wel voorlezen en ik kan het ook wel lezen uit de krant en zo, maar... Ja, ik kan het toch niet zo goed uitspreken, dus dan zou ik me toch altijd ongemakkelijk voelen. Dus ja, dat doe ik eigenlijk niet. Nou, misschien dat ik ooit nog Fries ga praten, maar nu nog niet. Als ik hier lang genoeg woon.